Deze hebben we vanmiddag begraven. Deze hebben we vanmorgen begraven. En zo gaat het maar door. Hè. Die hebben we hier gisteren. In de afgelopen twee weken al 22 missen in de Kesselse kerk. Het zijn drukke tijden voor Louis Verhaag, de pastoor van Kessel. Want ze vragen de laatste tijd: want hij zei, Hoe gaat het bij u? Ik zeg niet zo goed. En dan denken ze dat ik ziek ben. Hè. Maar ik ben helemaal niet ziek. Gelukkig. Ik zeg altijd: Je moet zelf goed gezond zijn. Wil je gezonde dingen aan mensen meedelen. Maar ik heb het een beetje te druk. Ik heb geen tijd meer voor mezelf. En ik heb zoveel werk dat ik ook de mensen eigenlijk niet kan geven wat ik ze zou willen geven. Vanwege de corona moet je niet te veel naar de mensen toe gaan. Moet je op tijd de telefoon pakken en proberen via de telefoon die mensen aan het verstand te brengen wat er eigenlijk aan het handje is. En ook die mensen proberen om ze een beetje moed en hoop en liefde in te spreken. Wat je anders thuis doet, doe je nou met de telefoon. Kessel is zwaar getroffen door het coronavirus. Toch zijn niet alle overledenen in het dorp het slachtoffer geworden van het coronavirus. Ik heb heel veel overledenen hier in Kessel. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal in Kessel wonen. Want ik had gisteravond een telefoon van iemand. En, en die zei. Ja, maar ik kom niet aan dat getal van 22. Ja, ik zeg, maar wij wel. Maar dat komt natuurlijk. In de gemeente Peel en Maas. worden er nog 15 of 16 uitgeschreven. Maar er zijn ook heel veel mensen. die elders wonen. Daar zijn ze ooit naartoe gegaan. toen een man of vrouw doodging. En die gaan nu dood. en willen hier begraven worden. Als je die daarbij optelt, ja, dan zit ik aan 22. En ik wil er wel even erbij zeggen dat ik normaal, in, in, in een maand tijd, hebben wij hier in het verleden hè, twee doden, soms eentje, soms nog geen. Maar nu heb ik er zo'n 22 in twee weken tijd. Kijk, dat is een heel verschil. Ik doe dus een mis, er is geen koor bij. Ik doe de mis dus helemaal alleen, dat is ook geen koster. Ik zet het maar allemaal op het altaar en dan kom ik wel klaar. De mensen zelf hebben dikwijls een, een cd'tje bij zich of een usb-stick. Dat ze toch een beetje muziek erbij hebben. Dat is helemaal een dode boel. Dit is allemaal zo doods. En dan komt er toch nog een beetje leven in de brouwerij. Daar komen dertig mensen, bijna dertig, in de kerk. Daar houden de mensen zich strikt aan. Dat doen ze, dat doen ze prima. En die zitten mooi verspreid in de kerk, dat ik geen kwaad kan. Ja, echt maar goed, die mogen van mij rustig naast elkaar gaan zitten. Maar de meeste mensen zitten mooi uit elkaar. Ja, we hebben dus veel. Ik heb vandaag ook weer twee missen gehad. Ik heb er morgen vroeg weer eentje. En zo gaat dat maar door, ja. Dus ik heb, als priester zijn, dan kom ik wel aan mijn missen. Ja. <laughs> leuk is anders, op de ja, le Leuk is anders, ja. Dat, dat, dat zijn geen missen om, om naar huis te schrijven om, om te gaan lachen. Hè. Nee. Je hebt, je moet die missie moet je goed voorbereiden. De mensen tegenwoordig zelf hebben wel een eigen verhaaltje over de overledenen. Andere mensen die, die, die hebben weer een dochter of een zoon. die nog wel een of andere versie heeft. of een gedichtje. wat ze graag op willen zeggen. Nou, dat verlicht wel een beetje. Kijk, dan hoef ik alleen maar teksten uit de Bijbel te zoeken. Want als je zelf ook nog een preek moet maken. Voor, voor al die overledenen. Ja, dan kom je bijna niet meer klaar. Maar ik ben altijd blij als het avond is, dat ik dan zeg, kan zeggen: zo gaan we zitten. Morgen gaan we weer verder. Maar iedere overledene krijgt 100% aandacht. Ik zeg altijd: als priester zijnde, moet je luisteren naar de mensen. Proberen of je waar kunt maken wat mensen van jou verlangen en wat mensen van jou vragen.